Maar ik vind je echt heel erg leuk. Hoi, mijn naam is Jeroen. Leuk dat je kijkt naar deze video. Ik hoop te kunnen bevestigen dat iedereen die naar deze video kijkt minstens 1 of 2 keer in zijn of haar leven verliefd wordt. Maar voordat wie dan ook verliefd wordt, heb je natuurlijk een hele lange, vermoeiende en onzekere periode waarin je een crush hebt op iemand. Als de single die ik ben, kan ik uit persoonlijke ervaring spreken. En als jij het nou net zo verschrikkelijk vindt als ik om gevoelens voor iemand te krijgen, doe dan vast een duimpje omhoog en veel plezier met kijken. De eerste indruk. Dit is vaak het allereerste moment dat je je beseft hoe indrukwekkend je deze persoon al niet vindt. Maar hou het een beetje cool. Je moet ze niet te snel laten merken dat je van ze onder de indruk bent. Hey. Wow. Feestjes zijn de perfecte plek om een gesprek te beginnen, want iedereen is aan het socializen en er staat keiharde muziek aan. Dus als je de kans krijgt om een persoon op een feestje aan te spreken, doe dat dan. Oké, ze zit daar nu helemaal alleen. Ik ga gewoon naar haar toe. Die cool, er is niets aan de hand. Gewoon even een praatje maken. Hey! Hebben wij elkaar laatst niet voor het eerst gezien? Ja, klopt. Leuk dat je dat nog weet. Tuurlijk weet ik dat nog, gekkie. Heb je last gehad nog van je natte broek? Huh? Was maar een geintje hoor. Gaat-ie? Gadverdamme! Sorry. Oh my god! WhatsApp. Ik vind persoonlijk dat contact hebben met iemand die je leuk vindt via je telefoon een van de meest lastige dingen is, omdat je niet met intonatie kunt praten en misschien komen berichtjes wel verkeerd aan. Gewoon niet te veel nadenken over WhatsApp. Gaat-ie? Te saai. Six and a half hours later. Heel erg belangrijk. Als je iemand leuk vindt, is een van de makkelijkste manieren om dat te laten zien door hem of haar op de juiste momenten aan te raken. Misschien klinkt dat een beetje raar, maar iemand aanraken die je leuk vindt is toch echt super chill. Toch? Wat is er? Niks. Hoezo? Je raakt me aan, dus ik verwacht dat er iets is. Nee. Ik dacht er niet echt iets van. Oh! Oké. Zoenen! Dit is altijd een lastige, want zet jij de eerste stap of laat je die andere persoon dat doen en moet je daarop wachten of niet? Moeilijk. Ja, je hebt echt zulke ontzettend droge lippen hier. Ik heb een beetje labello voor je. Thanks. Droge lippen inderdaad. Geen probleem. Weet je, uiteindelijk is er een klik of niet en de makkelijkste manier blijft natuurlijk om het gewoon te zeggen. Ik vond het echt super gezellig. Alweer. Ik heb het ook weer echt heel erg naar mijn zin gehad. Ik heb nog wat voor je. Auw. Thanks. Dat is echt heel lief. Ik wilde ook al de hele tijd iets zeggen. En ik heb best wel het gevoel alsof jij hetzelfde voelt. Maar ik vind je echt heel erg leuk. Ik vind jou ook heel aardig. Maar als in aardig aardig of leuk aardig? Gewoon aardig. Oh, Jeroen, lieverd. Ik val niet op jongens.